wij willen ons landschap niet vervuilen. En we willen investeren in meer high-tech. Dat de boodschap. Dames en heren, goedenavond. De spanning stijgt. De verkiezingskoorts loopt op. De grote dag is in aantocht. Woensdag kiest Almelo een nieuwe gemeenteraad. Sterker nog, komende maandag gaan de stemlokalen al open. Hoogste tijd dus voor het tweede Almeloze verkiezingsdebat. Welkom in Lunchroom Fijn namens de Bibliotheek, A-Visie en de Twentse Courant Tubantia. De drie organisaties die dit debat voor hun rekening nemen. Alle 16 partijen zijn wederom aanwezig. Hartstikke mooi. Mijn naam is Henk van Schuppen van de Twentse Courant Tubantia en ik doe dit debat vanavond, de presentatie, samen met mijn collega Henk Bouwhuis. En hij gaat u nu vertellen hoe we de avond gaan vormgeven. Van mijn kant ook goedenavond. We verdelen de avond in 8 discussieblokken met telkens 4 politici. Ze gaan met elkaar in debat aan de hand van stellingen. Elk blok heeft een thema en duurt 10 minuten, zodat alle partijen in 2 sessies aan het woord komen. We gaan zo beginnen, want we hebben veel te bespreken. Het eerste blok heeft als thema bestuur. En dat doen we met van links naar rechts Isra Abdelatief van Almelo Centraal, Eugène van Mierlo van de CDA, Wouter Ravenshorst van Forum voor Democratie en Sebastian Steutel van de PVV. Eerst even een vraagje vooraf. Meneer Ravenshorst, wilt u wethouder worden? Nee, dat zie ik mezelf niet doen. Waarom niet? Omdat ik graag in de raad wil blijven. Wil blijven, zegt u? Ja, wil blijven, dat klopt. Oké, mevrouw Abdelatief? Nou ja, het plus, Henk, is dat iets voor u? Henk, wij gaan eerst de gemeenteraadsverkiezing, de kiezers gaan ze kiezen voor de gemeenteraad. En daarna gaan de partijen die echt winnen en dan gaan ze een college hierover vormen. Over wethouder, nu bestaat die niet, wij praten niet over. Oké, meneer Van Mierlo, u wilt er vast wel iets over zeggen. Altijd. Kijk, we staan nu aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. U bent wethouder, hè? Ik ben wethouder en tegelijkertijd lijsttrekker. Dat is prima te combineren. Zeker ook in aanloop naar deze toch belangrijke verkiezingen. Maar wilt u wethouder blijven? En als mij die kans gegund wordt uiteindelijk, wil ik graag in deze functie nog een periode doen. Oké. Meneer Steutelen? Nee, mijn interesse ligt bij het volksvertegenwoordigende werk en niet bij het bestuurswerk. We hebben een Partij voor de Vrijheid, bestaat 16 jaar. We hebben heel veel geschikte mensen binnen de partij die dat zouden kunnen doen. Dus uw partij wil wel in het college? Onze partij gaat zeker aan de onderhandelingstafel zitten als wij daar de kans voor krijgen. Ja. Geldt dat ook voor Forum voor Democratie? Wij zouden wel in het college willen zitten, dat klopt. Ik vraag het daarom, want misschien zijn uw partijen wel helemaal niet welkom aan de onderhandelingstafel. Landelijke kopstukken hebben namelijk politieke kopstukken, waaronder Mark Rutte van de VVD en ook Sigrid Kaag van D66, Wopke Hoekstra van CDA. Die hebben namelijk plaatselijke afdelingen opgeroepen om Forum voor Democratie en ook de PVV te negeren bij de onderhandelingen. Hoe gaat na de verkiezingen de nieuwe coalitie eruit zien? Willen alle partijen wel met elkaar samenwerken? Of zijn er partijen die andere partijen bij voorbaat uitsluiten van samenwerking? Ja, nou, en daar gaat de stelling over. Die luidt als volgt. Het is ondemocratisch om partijen al voor de verkiezingen uit te sluiten voor een nieuw college. Mevrouw Abdelatief, wat vindt u daarvan?
Nou ja, kijk, dat is zeker ondemocratisch, maar dat is ook niet goed richting de kiezers. De kiezers kiezen ze op basis van inhoud van de partij. Aan de andere kant denk ik, als je het weet van tevoren, dat de inhoud die past totaal niet bij de andere partijen, dan wordt het best moeilijk. Alleen op lokaal niveau, dan moet je gewoon echt kijken, wat zijn de uitgangspunten? Hoe komen ze bij elkaar, dicht bij elkaar? En wat is eigenlijk niet dicht bij elkaar? Maar het is uitsluiten of niet uitsluiten? Los van het programma, lijkt mij. Ja, weet je, dat is ook een tactiek van de politiek. Wat wij afgelopen jaren hebben wij het gezien. Ook de koppen uit Den Haag. Die bepalen ze lokaal wat moet je doen en wat moet je niet doen. Ik vraag me echt af, als nou Kaag of Rutte of Hoekstra, hebben ze dat niet geroepen? Dan had hier de afdeling in Almelo toch durven dat te doen. Oké, ik kap u af. Ik kap u af. Ja. Bent u het eens of oneens met de stelling? Is het ondemocratisch of niet? Uitsluiten. Het is ondemocratisch, maar gezien namens ook over andere partijen, dan denk ik, het gaat over inhoud. Ondemocratisch, zegt u. Wat zegt Sebastian Steuteler hiervan? Ja, nou, wat mevrouw Abdulatif net zegt, is gewoon niet waar. Want de landelijke politieke leiders, die hebben niks te zeggen over de formatietafels hier. Natuurlijk kunnen ze een oproep doen, maar als u kijkt naar het nieuwsbericht wat u zelf heeft geschreven, heeft u alleen D66 bereid gevonden om ons uit te sluiten. Ik heb dat niet van het CDA gehoord. U mag het hem zo meteen op de man afvragen, wil ik ook wel doen. Maar alleen D66 heeft ons hier uitgesloten. Als je kijkt naar Enschede gisteravond, daar staat de lijsttrekker van D66, meneer Tillema, en die sluit daar samenwerking met de PVV helemaal niet uit. Nee, dus even de stelling. Nou, de stelling ben ik het, zou ik zeggen, eens. Het is ondemocratisch. Kijk, het hart van onze democratie is dat alle stemmen worden gehoord en dat naar alle stemmen, met alle stemmen rekening wordt gehouden. En als je op voorhand al zegt, jullie kunnen zeggen wat je wil, maar jullie staan aan de kant, jullie staan aan de zijlijn, jullie doen niet meer mee. Dat is ondemocratisch. Toch worden jullie landelijk als PVV al wel uitgesloten, hè? Noem ze maar op. Ja, ik kan daar hier niks mee. We staan hier in de Almeloze, voor de Almeloze gemeenteraad staan wij hier en willen wij graag gekozen worden. En we gaan hier voor het Almeloze bestuur onderhandelen. Meneer Ravenshorst. Ja, het is inderdaad ondemocratisch. Eigenlijk wat dat betreft, we zijn natuurlijk allemaal volksvertegenwoordigers. Dus eigenlijk wat dat betreft sluit je een gehele bevolkingsgedeelte sluit je wat dat betreft uit. Dat vind ik, dat kun je bij voorbaat eigenlijk niet doen. Natuurlijk, er zijn verschillende punten waar we het niet over eens kunnen zijn, maar ook waar we het wel over eens kunnen zijn. En ik vind het inderdaad een zeer ondemocratisch gebeuren om bij voorbaat al te zeggen, we doen niet mee. Hebben jullie er rekening mee gehouden dat je hier misschien te maken krijgt met een uitsluiting op basis van jullie stevige standpunten, jullie coronabeleid? We houden overal rekening mee, dat klopt. Gaan we naar Eugène van Mierlo. Ja, de stelling toch ook maar even aan u voorgelegd. Is het ondemocratisch om partijen uit te sluiten? Ja, ik vind, en dat heb ik ook eerder in jullie krant geroepen, hè, dat de kiezer nu eerst aan zet is. De kiezer moet eerst zijn stem doen laten gelden. En vervolgens kijken we dan waar we met elkaar op uitkomen. Maar laat duidelijk zijn dat, en ook dat heb ik geroepen, dat het zeer onwaarschijnlijk is, gelet op standpunten die er ook vanuit het landelijke, bijvoorbeeld door de partij van de collega hier naast mij, wordt geroepen. Ik zeg dus zeer onwaarschijnlijk, maar ik sluit nu nog niks uit. Want dat zou ook gewoon niet de juiste route zijn. Daar mag het CDA landelijk natuurlijk een bepaald standpunt over innemen. Maar het dus is hier het, niet eens het CDA met lokaal. Nee, Wopke Hoekstra is een hele sympathieke man. Hij heeft ook hele goede standpunten. Maar de afweging maken we uiteindelijk hier lokaal. En dat doet ook het CDA in Almelo. Dus voor alle duidelijkheid, u sluit Forum voor Democratie niet uit op voorhand voor collegevorming? Ik zeg dat ik ze van tevoren niet uitsluit, maar ik zeg er tevens bij dat het niet voor de hand ligt dat we met elkaar een coalitie gaan vormen. Want, om er toch nog even op terug te komen, misschien wil meneer Ravenshorst erop reageren, ja, Forum roept toch op tot wetteloosheid, onder andere door een oproep te doen door je niet aan de coronaregels te houden. Ik vind dat een nare bewoording wat dat betreft. We noemen het meer burgerlijke ongehoorzaamheid. En wetteloosheid, dat vind ik een beetje een nare bewoording ervoor. Maar inderdaad, ja, wij willen niet meedoen aan de QR-maatschappij. Nu niet, nooit niet en in de toekomst ook niet. Terwijl dat wel de wet was op dat moment. Ik blijf erbij dat het burgerlijke ongehoorzaamheid is. Oké. Okay. Meneer Steuteler, sluit u Forum uit? De Wappie-partij noemen ze Forum tegenwoordig? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet.
Oké, okay, ja, nou Henk, we hebben nog een andere stelling in het verlengde hiervan. Die heeft met de actualiteit te maken. En die luidt als volgt. Als een politieke partij de Russische inval in Oekraïne goedkeurt en de zijde van Poetin kiest, is uitsluiting altijd geoorloofd. Ja, als ik dan als eerste mag, dat is vooral een landelijk item, vind ik. Nou gaat dat voor de PVV niet aan, want wij, of althans mijn partijleider en de woordvoerder buitenlandse zaken, die hebben de inval in Oekraïne veroordeeld. Dus voor ons is dat geen issue, maar we hebben het hier wel over almeloze politiek. En laten we onszelf alsjeblieft niet groter maken dan we zijn. Dit is te makkelijk. Het gaat om het principe, Forum steunt Poetin. Dus eigenlijk in feite hebben jullie deze stelling erin gedaan puur om ons eigenlijk in een bepaalde hoek te drukken. En dat vind ik zeer, dat vind ik geen klasse. Nee, het is de actualiteit waarin we als leven. We leven in een oorlog. Als ik hier mag. Er is landelijke publiciteit over. Mevrouw Abdelatif? Nou, ik denk dat is niet een kwestie van landelijk of lokaal. Als je het echt durft, en hier durf je dat te zeggen, dat gaat ook iets verder dan dat jullie samen gaan werken. Omdat het komt straks ook over asielzoekers, komt ook een andere thema's die hier wel raken. En dat heeft mee te maken als je zegt van ik wil wel met zo'n partij gaan in het college zitten. Dus dat is niet alleen landelijk, dat is wel lokaal. Dus u vindt uitsluiting gerechtvaardigd op basis van dit standpunt? Absoluut, op deze stelling zeker. Meneer Van Mierlo? Ja, het ligt in het verlengde van de vorige stelling natuurlijk. Maar goed, u sluit ze niet uit? Je wil me vangen in woorden van wel of niet uitsluiten. En ik vind dat niet respectvol naar de kiezer. Almelo krijgt straks de mogelijkheid om allemaal te gaan stemmen. En het kan zomaar zijn dat daar ook mensen zijn die op de partijen van mijn collega's stemmen. Maar het kan ook zomaar zijn dat daar een hele andere uitslag komt. Maar, en ik wil dat niet op voorhand beïnvloeden vangen, maar door een standpunt daarop. Om daarop terug te komen, Forum voor Democratie sowieso altijd vol vrede, vol liefde. We steunen geen enkele oorlog. Of dat nou Afghanistan is, Irak of wat voor oorlog dan ook. Dus laat dat duidelijk zijn. We ronden dit af zo. Meneer Ramos, u neemt eigenlijk afstand van Thierry Baudet. Ik zeg het precies zoals ik het net zeg. Wij zijn voor vrede, we zijn voor liefde en we keuren elke oorlog af. Dat is precies wat bestuurders doen. Hè? Het is eigen carrière, eigen wil, boven eigenlijk het belang van het land. Okay. U had het laatste woord, toch? Ja, we gaan zo applaus verder voor de met het volgende. Tot zometeen. Blok 2 van dit verkiezingsdebat gaat over energie en duurzaamheid. Aan de tafels van links naar rechts, Jan-Martin van Rees namens LAS, Hans Buitenweg namens GroenLinks, Bert Hummels, Leefbaar Almelo en Jeroen Wiertz van D66. Heren, welkom. Energie, duurzaamheid, heb je het ook al gauw over zonnepanelen. Een beetje inleidend, wie van jullie heeft er zonnepanelen thuis op het dak staan? Bert? Ja? Waarom? Waarom? Ja, weet ik veel. Omdat het voor het milieu verstandig is, voor mijn eigen portemonnee. Omdat het voor het milieu verstandig is en voor mijn eigen portemonnee. Levert het wat op? Heb je er goede ervaringen mee? Ik ben er niet rijker van geworden. Nee, oké. Okay, maar je doet het vooral ook uit je principes, politieke overtuiging. Nee, ik zei altijd voor het milieu goed, maar ook voor mijn portemonnee. Okay. Het kost me iets minder nu. Jeroen Wiertz? Nee, nog niet. Komt het nog? Vast. Ja? Maar het is er nog niet van gekomen of zit er nog iets principieels onder? Nee hoor, er zit niks principieels onder, maar het is er inderdaad nog niet van gekomen. Okay. Hans, Buitenweg? Jazeker, ik heb al 10 jaar zonnepanelen. Ik had er eerst 4, ik heb 8 bijgelegd, nu heb ik er 12. Ik kreeg vandaag nog even, ik had 10 kilowatt, dus daar hoef je niks voor te doen. En het gaat me niet om geld hoor, maar ik vind gewoon... Ik heb liever zon dan fossiel brandstof. En dat geldt ook voor gas. Ik probeer ook van het gas af te komen, maar dat is iets ingewikkelder. Dan zit je met een andere ketel of met een hybride verhaal of een warmtepomp. Zover ben ik nog niet. Dankjewel, Jan-Martin van Rees. Ik heb nog geen zonnepanelen, maar ik ben ermee bezig. Ik ben aan het uitzoeken hoe dat nou het beste kan. En in combinatie met een aantal andere dingen. En ik kan u vertellen dat het een ingewikkeld traject is om goed uit te zoeken wat er allemaal mogelijk is in je huis om dat te verduurzamen. Zo ingewikkeld? Ja, ik heb bijvoorbeeld een hete luchtverwarming en als je dan naar een warmtepomp wil, dan kom je in ingewikkelde trajecten. Bedrijven hebben het heel druk, dus die willen nauwelijks adviseren. Dus dat is even voor een
huiseigenaar goed uitzoeken. Dus het kan nog even duren voordat Huizen van Rees is voorzien van panelen? De zonnepanelen gaat vrij snel gebeuren. Oké. Goed, allemaal inleidend richting een stelling die zometeen wordt gelanceerd door Henk. Ja, we hebben het over zonnepanelen. Dan hebben we het in deze discussie natuurlijk ook over windmolens. Almelo wil in de driehoek met Tuberg en Twenterand windmolens plaatsen. En daar gaat de stelling over, Henk. Ja, die luidt al dus. Als er dan toch windmolens in Almelo moeten komen, dan alleen op XL Business Park en nergens anders. Dus niet in de driehoek. Als er dan toch, dat klinkt al een beetje negatief, er moeten sowieso windmolens komen. Daar bent u het alle vier over eens? Moeten de windmolens komen? Ik ben het wel over eens. Ja, zeker, ik ben het ook mee eens. We hebben afgesproken dat de windmolens komen en de mate waarin en de hoogte, daar wordt nog volop over gediscussieerd volgens mij. Oké, dan gaan we nu even terug naar, dat is dan duidelijk, jullie vinden alle vier dat de windmolens moeten komen. Dat staat volgens mij ook in de energienota die door de gemeenteraad is aangenomen. Maar XL Business Park, is dat geen uitgelezen mogelijkheid om ze daar niet te zetten? Wat mij betreft mogen ze dan op het bestaande XL Park. Maar GroenLinks is veel tegenstander van het nieuwe park over het kanaal. Dus dan daar ook niet de windmolens op. Ik heb het over, de stelling gaat over het bestaande XL Business Park. Daar is nog heel veel ruimte. Meneer Hummels. Van mij mogen op alle bedrijventerreinen windmolens staan. Dus u bent het eens met de stelling? Ja, daar staat vooral of alleen maar. Alleen? Van mij mogen overal windmolens komen staan. Maar er moet natuurlijk goed gekeken worden waar het meeste effect heeft, waar de minste schade oplevert. En ik denk dat sowieso alle bedrijventerreinen dan een mooie plek zijn. Ja, wat zijn volgens u dan de meest geschikte locaties in Almelo? Niet al te dicht bij dichtbevolkte gebieden, omdat er dan te veel overlast schijnt te zijn. Alhoewel ik nog daar niet. Daar komen we straks op. Meneer Wiert. Ja, ik dacht, hij mij wat vroeg. Ja. Nou ja, volgens mij zijn in die energieladder die wij hebben vastgesteld verschillende gebieden opgenomen waar die. Maar even waar terug ze naar zouden de stelling. Komen. XL Business Park. Dus XL Business Park zou, wat mij betreft, een mogelijkheid zijn. Ja. Oké. Het gebied waar. Waar op dit moment naar gekeken wordt, is vooral dan de driehoek bij de gemeenten, die de gemeenten Tuberg, Twenterand en Almelo vormen. Hoeveel windmolens moeten daar komen, meneer Van Rees? Het precieze aantal weet ik niet, maar ik weet wel dat dat gebied is aangewezen door de gemeenteraad, naar analyse van de beste plekken waar je dat kan neerzetten in Almelo. Er wordt nu gekeken samen met de andere gemeentes van hoe en welke windmolens daar moeten komen. Daar vindt iedereen natuurlijk wat van. Ook vanwege het feit dat windmolens ook overlast met zich meebrengen, maar ze ook nodig zijn. Daar had ik nu een vraag over, als u mij toestaat. Ja, natuurlijk. Dan komen we bij de bewoners van de Aboerlaan. Die hebben ons als mensen van het lijsttrekkersdebat benaderd om dit in te brengen. Dat doen we dus ook. Die mensen zeggen van, die vrezen overlast, ze zeggen van, ja, er is al een zonnepark bij ons in de buurt, komt er nog één. Een stukje verderop komen nu ook windmolens. We worden onevenredig zwaar getroffen. Het is niet fair. Ik denk zelfs dat er alternatieven zijn. Er is al heel vaak geprobeerd op andere manieren windenergie te benutten. Dat kan ook met andere molens dan die grote. Alleen steken ze daar nog te weinig geld in. Ik weet dat Kogas heel lang geleden al experimenten heeft gehad. Ja. Daar was ook van alles over te klagen. Maar ik denk dat er veel beter iets anders te regelen is dan die maar grote hebben deze, windmolens. Hans Buitenweg, deze mensen eigenlijk geen punt in Adorp. Er staan al van die verschrikkelijke panelen daar in het landschap. En dan moeten daar straks ook nog windmolens komen. Weet je, panelen geven geen overlast. Hè. Die maken geen geluid. Daar valt niks van af. Hoge kun je ze niet mooi vinden. Maar het geeft geen overlast. Dat is echt flauwekul. Nee, maar dat mag toch meewegen, meneer Buitenweg. Wat zegt u? Dat mag voor die mensen in Adorp toch meewegen. Dat zij zeggen van, wij hebben dit al voor onze kiezer gekregen. Maar er zijn ook wel mensen die stinkvarkens en stinkgoeien vervelend vinden. Even in Buitenweg is antwoord nu. Ik heb wel eens met hun mail contact gehad daarover, over die windmolens. Maar de exacte afstand tot die woningen weet ik niet. Wat ik wel over het algemeen vind. Ze vrezen ook voor de gezondheid van de bewoners van het Meulenbelt. Een woonzorgcentrum. Ja, maar het gaat om wat je als overlast dan van ervaart en hoe ernstig dat is. Slagschaduw? Ja. Geluid? Heel veel discussies over. Ik weet wel, als je de mensen erbij betrekt, je maakt ze ook meer dan aandeelhouder van die molens, dan gaat het een stuk makkelijker.
Oké, wat u betreft maar dus gewoon moet, die kans moet er zijn, Adorp. Meneer Van Rees? Je moet dit soort dingen er wel bij betrekken. Want een windmolen van 260 meter hoog betekent wel wat voor mensen. En dat betekent voor een heleboel mensen wat. Dus je moet dat soort processen heel zorgvuldig aanvliegen. En er is heel bewust gekozen voor dit gebied. En dat betekent dat je ook heel serieus in dit gebied de gesprekken aangaat met de mensen die daar betrokken bij zijn. En dat je met dit soort afwegingen rekening moet houden. En dat je daar ook goed onderzoek naar moet doen in welke mate er werkelijk sprake is van overlast. Oké, okay, iets? Nou ja, het probleem is volgens mij ook dat vooral de grote investeerders nu profiteren van dit soort ontwikkelingen, ook bij die zonnepanelen. En terwijl het uitgangspunt van die hele energietransitie is, ook in het klimaatakkoord, dat juist inwoners en bedrijven, lokale bedrijven, daarvoor de helft van moeten profiteren. En dat gebeurt denk ik gewoon te weinig. En dan ontstaat er denk ik ook ontevredenheid, want die mensen kijken wel tegen die zonnepanelen aan. Maar die profiteren er zelf niet van. En wat geluid betreft is er volgens mij vorig jaar een onderzoek geweest in Finland, waaruit bleek dat mensen meer last hebben van wegverkeer dan van zo'n windmolen. Ja, precies. Dus dat is dan ook nog de vraag. Ik wil daar wel een schepje bovenop doen. Als je het hebt over aandeelhouders van windparken of zonneparken. De gemeente kan zelf ook het initiatief nemen om meer de aandeelhouder of initiatief nemen van zo'n park. Dan blijft het geld binnen de gemeente. Dan vloeit het niet weg naar buitenlandse investeerders. Je hebt er gewoon meer plezier van. En zeker nu we kijken naar onafhankelijk worden van Rusland, Gazprom. Dat we natuurlijk al veel eerder moeten investeren in duurzaamheid, in molens en zonneparken. Dan ik onderbreek je even, mag dat? Dan hadden we dit niet, niet zo groot gehad als nu. Ja, We gooien er nog één stelling tegen aan. Ja, dat is echt een ja of een nee. Want we hebben het over de gasrekening, we hebben het over Gazprom, we hebben het over oorlog. Iedereen moet meer gaan betalen voor energie. De stelling luidt, gezinnen met een minimuminkomen moeten dit jaar 1.000 euro steun krijgen, zodat ze de gasrekening kunnen betalen. Meneer Wiertz? Ja. Ja. Meneer Hummels heeft al ja gezegd. Meneer Buitenweg? Ja. Meneer Van Rees tot slot? Ja, het ligt voor de hand om ja te zeggen. Nou, vooruit dan. Dat is binnen voor die minima. Dank u wel, heren. Het thema van blok 3 is Almelo Waterstad. Dat doen we met van links naar rechts Jorien Geerding van de Partij van de Arbeid. Harry de Olde van de partij Vrij Almelo. Arjen Maathuis van de VVD. En Fred Gerritsen van Democraten.nu. Eerst even een vraagje vooraf. Meneer Gerritsen, heeft u al eens een rondje Almelo gevaren met de kano of met Koen ten Hegelen? Nee, niet met Koen ten Hegelen, maar ik heb hem wel eens gevaren met de familie. In de kano en dan helemaal rond. Door de tunneltjes aan alle kanten uit. En eindigen met een heerlijke borrel op het terras. Oké, okay. Meneer Maathuis? Twee keer ja, met zowel Koen als met de VVD-fractie zijn we eens een keertje een rondje in de kanons van Ruud de Jong van Proeflokaal België rondom de stad geweest. Ja, en dan kun je maar één kant op varen, of niet? Nee, je kunt meerdere kanten uit. Dat kan. Dus, maar uiteindelijk moet je altijd weer terug naar de stad, hè? Ja, okay. Ze liggen eraan waar ze je uitzetten, hè? Want daar gaat het natuurlijk om. Meneer de Olden? Ja, 8 jaar geleden hebben wij een uitstapje gehad van de gemeente Almelo. Konden we kiezen of het binnenstad in of het rondje varen. We hebben een rondje gevaard. Dat beviel hartstikke goed. Prachtig. Hoe lang heeft u erover gedaan? Nou, ik ben één keer kopje onder gegaan. Toch? Ja, er was er iemand die sprong in die kano en die kapseisde. En toen moest ik zwemmen naar de kano. Oh, dat was vrij hilarisch dus. Met wie zat je er toen in? Nou, ik zat met... Ik was enige raadslid, de rest waren allemaal ambtenaren. Oh, oké. Okay. Was dat toeval dat u kopje onderging? Nee. Mevrouw Geerding? Nee, niet zelf, maar ik heb wel toegekeken. Is dat watervrees, mevrouw Geerling? Ik heb heel erg last van mijn rug. Dus vandaar dat ik niet dat soort dingen deel. Ik vraag daar niet voor niks, want er zijn plannen om het kanaal Almelo-Nordhorn niet alleen bevaarbaar te maken voor kano's, maar ook voor sloepen. En daar gaat de volgende stelling over. Ja, u voelt hem al komen, hè? De stelling luidt als volgt. 12 miljoen euro voor het bevaarbaar maken van het Almelo-Nordhorn-kanaal is weggegooid geld. Mevrouw Geerink. Ja, is weggegooid geld. Dat is eens. Het is gewoon geen goede keuze om dat nu te gaan doen. Hebben we ook al in het debat over gehad. En ik denk dat je dat geld beter kunt besteden aan de inwoners van Almelo. En het
Jawel, economisch welzijn van de inwoners van Almelo, want daar is nog genoeg. U weet toch dat die 12 miljoen euro verkapitaliseerd wordt, uitgesmeerd wordt over 40 jaar. Dus dat... Maar het blijft 12 miljoen euro. Ja, ik weet het. En ik weet ook dat het geld via de precario-belasting binnen moet komen. En maar de toeristenbelasting. Ja, maar dan is het nog zo dat de minima dus op het terras een biertje niet meer kunnen drinken, omdat het biertje veel te duur wordt. Kortom, geen goed idee, vindt u, meneer De Olde? Ja, ik vind het toch geen goed idee. Oh. Het gaat natuurlijk om gemoderniseerd verkeer, hè, wat er doorkomt. We hebben een prachtig kanaal met een verschrikkelijk mooie flora en fauna. En dat willen we niet kapot maken. Ooit gehoord van fluisterbootjes? Ja, fluisterbootjes, ja. Elektrische motoren? Geen elektrische motoren, ja, kano's. Maar laten we het zo even zijn. Kijk, de discussie is natuurlijk leuk. Maar je moet gaan kijken, wat gaan we er met elkaar meer bereiken in het belang van Almelo. Exact. Het trekt toeristen, het trekt mensen. Het geeft ook een stukje ruimte. En er wordt aangepast. Er gaan geen speedboten doorheen. Er worden geen miljoenen per jaar uitgegeven, mevrouw Geerling. Geen cruiseschepen. Geen waterschepen, niet waterskieën. Waar het om gaat, en dat is de vraag, zijn wij voor? Ja, we zijn voor, maar op de juiste manier moet je het inrichten. En ik vind dat ook het verhaal daarachter naar de burger goed uit moet worden gelegd. Dat er niet klakloos 12 miljoen vandaag over de schutting wordt geworpen. Net zoals meneer Maarders ook. Het wordt uitgefaseerd over een periode. En we maken er Almelo mooier mee. En laten we dat nou eens met elkaar gaan uitspreken. En gaan nou niet altijd dat het zo zielig is en mensen komen tekort. En daar gaat het niet om. Waar wij op de juiste manier steken, we daar geld, tijd en energie in. Ik zeg niet dat het zielig is, maar het heeft natuurlijk wel consequenties voor allerlei mensen. Maar ook van... Dat bevaarbaar maken is hartstikke mooi, maar heb je gekeken wat zo'n sloep kost? Dat kan niet iedereen betalen. Dus dat is hartstikke leuk voor de toeristen, maar ik ga voor de inwoners van Almelo. Misschien zijn op de eerste plaats. Dat de bedenker, de initiatiefnemer van dit plan, Maathuis, wethouder, het initiatief is kort kan uitleggen wat de bedoeling is. Nee, ik ben geen bedenker van het plan. Het initiatief komt vanuit de raad. En inderdaad, hè, als je het Almelo-Nordlandkanaal bevaarbaar wil maken... Dan moet je een aantal knelpunten oplossen. Dat kost veel geld. Maar er kost zoveel heel veel geld in deze stad. Smeert het uit. Wat zijn die knelpunten? Over 40 jaar. Nou, dat zijn een aantal duikers die opgehoogd moeten worden naar 1,5 meter. Dus bijvoorbeeld bij Witzand. Daar zit een duikertje onder. Kost dat 12 miljoen? Nou, die niet. Maar je moet ook nog werken met waterniveauverschil. Dus dat waterstuw moet je dan aanleggen. Nou, die zijn redelijk kostbaar. Dus de gemeenteraad heeft gezegd van joh, werk dat eens uit, dat is gedaan. En inderdaad wat Fred Gerritsen ook aangeeft, het heeft enorme positieve impact op het woonklimaat in Almelo, op het toerisme, op de horeca en de bestedingen in de binnenstad. We weten allemaal dat de binnenstad qua functie gaat veranderen, dus we zullen veel meer beleving toe moeten voegen. En met dit plan doen we dat. En het mooiste is, het kost de Almeloze burger niet eens geld. Het gaat via de precario-belasting, via de toeristenbelasting. Maar dat geld zou ook anders besteed kunnen worden. Ja, maar de terrassen worden dus duurder. Ja, maar waar we het even hebben, dat vind ik natuurlijk de positie die jullie nou innemen. Natuurlijk als iemand die het debat gaat leiden, gewoon is kritisch. Een mening. We hebben geen mening. Het gaat niet om een conclusie. Het is, zie nou eens gewoon het perspectief in positieve zin. En dat geldt ook voor de anderen die tegen zijn. Kijk nou eens gewoon, wat kunnen we aan Almelo bijdragen om het nog mooier te maken? Wat wij niet moeten onderschatten, als je mij misschien toelaat om uit te praten. We zijn de derde stad van Twente. We zijn een stad die het verdient. En daar moeten we in investeren. En daar zullen de inwoners van Almelo alleen maar heel blij mee zijn. Of niet, mevrouw Geer? Nou, de Partij van de Arbeid die heeft niet gezegd dat ze tegen is. Maar wij leggen onze prioriteiten ergens anders. En dat is bij de inwoners van de stad nogmaals. Maar bent u het met me eens, mevrouw Geerling, dat het geen geld kost? Dat het geen geld kost, maar dat het alles over kost meer... geld. Ja, maar dat het de burger op dit moment geen geld rechtstreeks uit de portemonnee kost. Nou, dat... Onderschrijft u dat eens? Nee, dat onderschrijf ik niet. Nee, omdat u gewoon tegen het plan bent, dan moet u dat zeggen. Ik wil het niet. Nee, dat heb ik niet gezegd. Wat mij betreft ronden we dit af. Volgens mij is duidelijk. Het is een beetje in evenwicht. Hè? 2 voor, 2 tegen. Hoe de rest erover denkt, dat laten we even in het midden. We gooien er nog een andere stelling tegenaan, Henk, of niet? Ja, dat gaan we doen. Ook over water een beetje. Heeft ook te maken uiteraard met Almelo Waterstad. En het is hier vlakbij, het havenblok, wat leeg staat, al jaren. En de stelling is van een deel van het massieve havenblok kan beter afgebroken worden. Zodat de plekken, de waterboulevard, verbreed kan worden, de volle breedte krijgt. Voor of tegen? Ja, voor. Meneer de Olde. Ja, het leek me wat mooier, want als je daar tegenaan kijkt, nou, het is gewoon verschrikkelijk. Ik heb alle de pestaanjoren gebouwen die daar in de binnenstad zijn, dus dat helpt er wel aan mee.
En de gasten, mevrouw Geerding? Nou, dat blok mag wat mij betreft wel met de grond gelijk, maar om die dat te verbreden, dat vind ik geen goed plan. Ik denk dat heel belangrijk. Waarom niet? Nou, ook dat heeft weer met prioriteiten te maken. En je kan daar, wat we ook al in de pers of in de begroting hebben gezegd, je kan daar ook op een andere manier misschien iets met groen, zodat ook de mensen die in de stad gaan wonen in de zomer een beschutte plek hebben om lekker te chillen. Maar mensen zeggen, het is nu maar een armetierig geultje naar. Klopt. Vind meneer Maathuis ervan. Dankjewel, Henk. Fijn dat je me het woord afbreken geeft. Afbreken en water, dat is ook eigenlijk heel eenvoudig. Dat is wel het droombeeld waar je naartoe moet streven. We moeten natuurlijk wel goed kijken naar de kosten, want het gaat natuurlijk met behoorlijk wat investeringen gepaard. Maar aan de andere kant, als je het havenblok afbreekt en daar ook weer woningbouw op kunt zetten. Nee, we doen geen woningbouw volgens deze stelling. Op het overige gedeelte. Hè, want je breekt niet het hele havenblok af om daar alleen maar water te laten. Dat zal een verbreding zijn van de waterkom, of van de havenkom. En vervolgens kun je daarnaast gewoon nieuwbouw plegen, zodat die plek een kwalitatieve investering verdient. Maar wat gaat dat kosten? Want het ziet er op dit moment niet uit. Nee. Wat gaat dat kosten? Is op dit moment niet bekend. Er zijn toch studies naar verricht? Oriënterend. Hè. En wat kwam daaruit? Dat het volgens mij niet rendabel is om het op dit moment te doen, gegeven de huidige uitgangspunten. Dus je moet vooral gaan kijken, wat breng je daar aan woningbouw terug, zodat je het wel op break-even niveau kunt krijgen. Wat dure woningen dan, of niet? Ja, of veel woningen. Je kunt daar ook iets doen in met het flatgebouw. Hè. Dus dat zijn allemaal ideeën wat goed uitgezocht moet worden. Oké, we hebben nog 43 seconden. We gooien er nog één stelling tegenaan. Dat is een beetje de ja-nee-stelling. We hebben het over afbreken van allerlei massief vastgoed hier. Volgende stelling, ja of nee. De parkeergarage Stadsbaken hiernaast, die moet zo snel mogelijk worden afgebroken voordat het gebouw vanzelf in elkaar stort. Meneer Gerritsen. Nou, ik zeg gewoon ja, die mag van mij wel weg. Ik weet wel een hele mooie andere invulling voor die plek. Ja? Antwoord is ja. Afbreken, zo snel mogelijk. Ja. Oké, okay. Wilde. Ja, klopt. Zo snel mogelijk afbreken, het is een verschrikkelijk afschuwelijk ding. Maak er een mooi plantsoen van. Mevrouw Geerding? Ja, waar gaan die mensen parkeren dan? Nou, meneer Maathuis. Er zijn genoeg plaatsen op de parkeernummer. Meneer Maathuis, morgen collegevergadering, denk ik. Bestel de sloopwagen maar. Klopt, nou, dit soort verstrekkende besluiten doen we na de verkiezingen. De inwoners aan zet. Dank u wel, heren en dames. Blok 4 gaat wederom over bestuur. En dat doen we met Frits Axen van de SP. Patricia Pol van het Forum voor Rechts. Elise Klaas van de ChristenUnie. En Oeke Tjetten van de lijst Tjetten. En we beginnen met een foto. Een historische foto, mag ik wel zeggen. Mijn collega gaat hem laten zien. Meneer Axen, wat valt u op aan die foto? Nou, dat het geen historische foto is, want volgens mij zijn ze er nu nog allemaal. Maar alleen maar mannen zie ik. Dat klopt. Mevrouw Klaassen, ziet u nog iets bijzonders? Het zijn mannen, ja. Dat zie ik. Ik zie een A van de Almelo. En in die zin, ja. Het is inderdaad de E-team van Almelo, maar dan anders. Ja, het E-team, ja. En mevrouw Pol? Nou, wat mij opvalt, het zijn vooral oudere mannen, vooral op eentje na. Het zijn blanke mannen, het zijn alleen maar mannen. En het wordt nog erger, want we hebben vandaag het bericht gehad dat de Griffie ook al een man wordt. Oh, u komt met nieuws. En dat mogen wij morgen op de valreep even nog een stempel opzetten, zelfs zonder dat wij daar netjes op voorbereid zijn. Oké, okay, en wie? Echt bizar en schandalig. En wie is de nieuwe raadsgriffier? Dat moet je zeggen, ik was zo boos dat ik even niet eens meer op de naam heb gelet. Ik vond alleen de gang van zaken dat we even een mededeling krijgen. Morgen mag je er nog even een stempel op zetten. Op een bomvolle agenda, gewoon al te zot voor woorden. De Griffie is een van de belangrijkste organen. Ga even terug naar de foto, meneer Tjetten. Meest extreem rechtse coalitie sinds de Tweede Wereldoorlog. De grootste uideltuiten wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Jongste is de oudste eigenlijk wel onder hun. Ze hebben 200 ambtenaren weggestuurd. Ze hebben kunnen geen mensen vinden. Mag ik nog doorgaan? Dat is duidelijk. U heeft uw punt gemaakt. Wat inderdaad opvalt is dat het alleen maar mannen zijn. En dat brengt ons bij de volgende stelling. Het college van burgemeesters en wethouders bestond 4 jaar uit alleen mannen. Moet het nieuwe college minimaal voor de helft uit vrouwen bestaan?
Het nieuwe college van Almelo moet minstens uit 2 vrouwen bestaan. Meneer Tjetten. Als u me dit vraag 4 jaar terug had gesteld, had ik gezegd, maakt mij niks uit. Maar ik heb dankzij de heren meegemaakt dat er echt dat het gewoon nodig is dat een vrouwelijke collegelid is. Want bij hun heb je het meestal het gevoel van, ik kan hoger en hoger en hoger pissen. Eén wordt gekker dan de ander. Dus het zou, het zou heel erg handig zijn als een vrouwelijke kwaliteit wethouder erbij is. Want duidelijk. Alleen maar heren is niks, dat is gebleken. Zijn zij klappen geworden. Ja, dat onderschrijf ik en net wat ik zei. Het is in zijn totaliteit op dit moment een bizarre verhouding. In Almelo is zelfs onder het landelijk gemiddelde van raadsleden. We hebben het nu over het college. Hè? Het college, ja, maar 4 mannen in het college en dan ook de burgemeester een college. De gemeentesecretaris is een, of geef even, allemaal mannen. Okay. En dan kunnen we toch stellen dat er iets wezenlijk verkeerd is in Almelo. Maar is twee genoeg? Sorry, is 2 genoeg? Ja, op zich wel. Kijk, evenredigheid is een mooie samenleving, een mooie afspiegeling. En ook wat verschil in leeftijd is waarschijnlijk ook wel gewenst. Het is breder, hè? Het is niet alleen mannen. Het is, ik vind ook, als je, het is een totaliteit. Ook, het is een vooral oudere raad. Er moet weinig divers. Er is gewoon geen afspiegeling. Oké, mevrouw Klaassen. Ik vind kansengelijkheid voor mannen en vrouwen wel heel belangrijk. Aan de andere kant vind ik ook, je moet geschikt zijn voor wat je doet. Ik vind het, in feite zou het geen rol moeten spelen, want het gaat om je kwaliteiten. En ik vind het wel belangrijk dat er vrouwen zijn. Dus ik ben het niet eens met de stelling. Nou jawel, ik vind het wel goed dat er diversiteit is. Daar kunnen ze wel naartoe groeien, dat zou ik wel toejuichen. Maar ja, de stelling is minstens 2 vrouwen in het college. Ik vind 2 of 3, dat doet er niet toe. Maar ik vind wel dat... Maar dat doet er nu wel, dat is de stelling. Ja, dat is 2 een beetje absoluut gezegd. Ik vind het sowieso goed dat er vrouwen zijn. En de verhouding mag best gelijk zijn. Meneer Aksen, een female touch? Er mogen er minimaal wel 3 zijn, maar wat mij betreft ook nog wel meer. Ik heb vanaf 1977 in de zorg gewerkt op verschillende bedrijven. En ik heb daar hele goede ervaringen mee. En ik weet dat vrouwen op een andere manier, vaak een betere manier, zaken aanpakken. En daar ga ik wel voor. Dat zou ik wel heel graag willen, ja. Dus u bent het echt eens met de stelling? Mag ik hier nog een toevoeging doen? Ik wil er ook nog iets over zeggen. Nou, wat mij vooral stoort in dit verhaal, natuurlijk ben ik het ermee eens dat de juiste kwaliteiten op een bepaalde functie moet zetten. Maar wat opvallend is, dat kennelijk, of we stellen dat er geen kwaliteiten bij vrouwen zijn, dat de mening is hier in Almelo, of dat er gewoon niet goed gekeken wordt naar de kwaliteiten van een vrouw. Want als je dit de balans is, en een burgemeester, en een gemeentesecretaris en 4 wethouders en nu ook nog eens een keer de griffier alleen maar man, dan zeg je feitelijk dat je niet goed kijkt naar de kwaliteiten van de vrouw. En dat die worden miskend. En dat is fout. Mevrouw Klaassen? Dit is een maatschappijbreed probleem. Dus het is overal zo. Ik werk in het onderwijs. Ook daar is het zo dat er loonsongelijkheid is tussen mannen en vrouwen. Het is onder hoogleraren zo, onder doktoren is het zo. Het is heel vaak zo dat mensen niet op de plek kunnen komen, of soms willen komen ook, soms, maar waar vrouwen gewoon eigenlijk best wel heel geschikt voor zijn. Okay. Dus soms, alle vrouwen lopen daar best wel tegenaan. Er wordt gewoon niet gezocht dus. En dat is jammer. Dat is jammer. Vrouwelijke poppetjes op de plek. Mevrouw Pol, even. Hoeveel vrouwen staan er bij u op de lijst en hoeveel mannen? 6 vrouwen. En dat is een bewuste keuze geweest omdat ik dit wilde veranderen. En ook, ik wilde ook verandering in leeftijd en in afkomst. Maar mannen waren niet welkom bij u op de lijst. Ik heb bewust voorrang gegeven aan vrouwen. Komt nu de kernvraag, is dat geen discriminatie? Nee, want ik heb iets gecompenseerd wat er op dit moment aan discriminatie in Almelo gaande is. Nee, maar als mannen worden uitgesloten voor uw lijst, dan zou je kunnen zeggen dat dat discriminatie is. En dat moet u ook niet willen, denk ik. Nou, even meneer Pol. Meneer Pol? Meneer Pol. dat is... Ik dacht dat ik toch een best vrouwelijk uiterlijk heb, maar... Hele bewuste bespreking. Nee hoor, eigenlijk ben je meneer geworden. Hele bewuste bespreking. Nee hoor, nee, maar ik kan het prima hebben. Ik ben er ook niet door beledigd. Ik vond het wel grappig. Nee, waar ik aan heb gezien, wat ik geconstateerd heb, en ik heb een uitdaging met mezelf gemaakt om aan te tonen dat het onzin is dat er niet voldoende vrouwen te beschikbaar is. En ik heb iets willen bewijzen. En het is in die zin dus een keuze geweest.
En het blijkt dus dat het wel kan. Of ik de volgende keer nog weer voor alleen mannen of vrouwen zal kiezen, sorry, mijn lieve dames, is een ander verhaal. Maar het is inmiddels gebleken dat het excuus van wat er altijd gezegd wordt, wij kunnen geen vrouwen vinden, ze willen het niet, ze zijn er niet, ze zijn er voldoende. En dat heb ik aangetoond en dat wilde ik ermee aantonen. Meneer Tjer, dit is discriminatie, vindt u? Nee, absoluut niet. Nee. Patricia, hoeveel vrouwen staan bij u op? Twee. Maar Patricia Wouder... Van de? Van de acht. Patricia Wouder respecteert met Van Maken, is haar goed recht, heeft ze gedaan en daarmee, ik ken Patricia al nu 4 jaar, maar ik denk niet dat ze de mannen discrimineert. Ze kan de man het leven wel zuur maken, maar daarvoor zit ze 2 van de 8, is dat niet een beetje weinig? Nee, maar ik heb het eerder ook bij RTV Oost benoemd. Eigenlijk moet het niet zo zijn dat we omkijken of het een man is, vrouw is of wat dan ook is. Maar het huidige college met hun... kleur en hun karakter. Kijk naar uw eigen partij. Mijn eigen partij. Uw eigen kandidatenlijst. 2 van de 8 kandidaten zijn vrouw. Ja. 25%. Nee, genoeg. Genoeg. Hopelijk is het wat Frits zegt. Hopelijk is het 2/3. Welke plek staat de eerste vrouw? 3 en 4. Nee, 4 en 5. Ja, klopt. Mag ik iets zeggen? Bij ons is het eigenlijk heel mooi, want het is bij ons eigenlijk helemaal geen issue. Het is er gewoon wie wilde op de lijst. En dat is een mooie bonte mengeling van mannen en vrouwen. Ja, maar jullie hebben 35 tussen. Ja, maar ook landelijk gezien bij ons is het ook zo, maar hier lokaal ook. Het is helemaal geen issue of ik een wel of niet een vrouw ben. Ze hebben mij ook gewoon gevraagd om lijsttrekker te zijn. En ze hebben mij niet gevraagd, ben jij wat ik ben? Maar ik ben gewoon een vrouw en ik ben gewoon gevraagd. Klaar. Maar dit is precies mijn punt. Sorry, dan moeten vrouwen dus wel gevraagd worden. En als je vrouwen dus vraagt, dan zijn ze dus wel bereid. En als je het is alleen opvallend dat ook in Almelo, vooral op de nummer 1 posities, de vrouwen, als ze er al zijn, en mijn respect voor de ChristenUnie in dit kader, is dat van de 16 partijen zijn er 4 vrouwelijke lijsttrekkers. Alleen dat is al verkeerd. En als ze dan zeggen, we hebben wel vrouwen op de lijst, komen ze nooit op een positie dat het verkiesbaar is. Dank. Ik wil van meneer Aksen nog even weten wat hij vindt van het standpunt, eventueel discriminatie of niet, geen vrouwen op de lijst. Of geen man op de lijst, sorry. Nou, het verbaast me wel een beetje, want ik denk dat ook wel waarschijnlijk best wel heel veel mannen ook graag op die lijst hadden willen staan. Dus wel discriminatie? Dus ik noem dat geen discriminatie. Okay. Ik denk gewoon dat het net zo gaat als bij ons gaat, dat je met je leden overlegt van wie wil zich beschikbaar stellen. En op basis van dat kiezen leden, en dat zo is het bij ons in ieder geval wel, kiezen dan wie dan inderdaad op die lijst komen te staan. Tot zover. Laten we het niet te eentonig houden, dit blok. We gooien er nog 1 stelling tegenaan. De ja-nee-stelling wordt dat. Gaat over de raad, partijen uitsluiten. Daar komt-ie. Zetelroof moet worden verboden. Raadsleden die zich willen afsplitsen moeten de zetel teruggeven aan de partij, tenzij ze op eigen kracht zijn gekozen. Ja of nee, meneer Chatten? Voor de kijkers thuis, Fred Gerritsen schreeuwt hier als haast. Dat vind ik wel leuk. En dat was een zetel. Het is wettelijk bepaald. Het is een grondwettelijke recht. Nee. Nee, mevrouw Klaassen? Ik zeg ja. Ik zeg ja. Ik zeg nee. Een raadslid wordt gekozen zo... Het is geen zetelroof, dat is de vraag toch? Ja, nou, of nee? Dat maken wij hiervan in ja, de stelling. Okay. Ik zeg dus, het is geen zetelroof. Een raadslid wordt gekozen zonder last en ruggespraak. U bent zelf ook afgesplitst, hè? Ik ben zelf ook een afsplitsing. En ik heb hem inderdaad, en ik had ook heel veel voorkeurstemmen. Dus in die zin. Maar ik vind, het democratische bestel is dat je zonder last en ruggespraak wordt gekozen en het recht hebt om je zetel te behouden. Dus het kan per definitie geen zetelroof zijn. Maar nou, dat is ja of nee? Het is ja of nee, jongens? Het is ja, en onze leden die op de lijst staan, die tekenen daar ook voor. Die gaan daarmee akkoord. Maar is in het verleden wel eens fout gegaan bij u? Uiteraard. Er zijn mensen die houden zich niet aan hun woord. Maar ja, helaas. Okay. Dat zit in de politiek dan ook nog regelmatig hierbij voor. En dank u wel. Applaus. Dames en heren, we gaan verder met het verkiezingsdebat. Blok 5. En dat gaat over wonen en veiligheid. Van links naar rechts zijn aangeschoven Marcel Middelkamp namens de Partij Vrij Almelo, Eugène van Mierlo, CDA, ja. Bert Hummels, Leefbaar Almelo en Louis Kampman van LAS. We gaan het over een wat ernstiger onderwerp hebben, zo dadelijk. Almelo werd de afgelopen 14 maanden opgeschrikt door heel veel narigheid, een reeks moorden in de stad. Het inleidende vraagje gaat daarover, om nog even uw geheugen op te frissen. Meneer Middelkamp, om bij u te beginnen. De vraag is, hoeveel moorden werden er in Almelo gepleegd dit jaar en vorig jaar? Nou, als we uitrekenen van 12 maanden, dat is dus 1 jaar,
Nee, het is dit jaar, laten we zeggen, de afgelopen 14 maanden, zeg maar. 14 maanden. Dus dit jaar en vorig jaar. Hoeveel? Het zijn er zoveel dat ik de teller kwijt ben, maar volgens mij zijn het er 6. Meneer Van Mierlo, weet u het? Ja, ik vind het een beetje een nare vraag als het ware. Ja, het gaat natuurlijk echt wel om iets ernstigs. En ja, volgens mij zijn er het afgelopen jaar 6 dodelijke slachtoffers te betreuren geweest. En, ja, goed, ja, het lijkt haast net alsof je er een prijsvraag van maakt, zeg maar. Maar zo wil ik het echt niet zien, want het is echt wel serious business. En dat, nou ja, goed, we moeten daar denk ik geen grappen over willen maken. Nee, maar dat is ook absoluut niet de bedoeling. Daarom heb ik ook gezegd van het is een wat serieus onderwerp waar we nu aan begonnen zijn. Maar ja, wij vonden toch dat we het hierover moesten hebben op deze avond. Om het rondje bij de inleidende vragen even af te maken. Ja, meneer Hummels, 6, klopt dat? Ik heb geen idee, ik zou zeggen 8. Maar ik vind het ook wel gek om er zo over te praten. Het waren er 6. We gaan er ook inderdaad geen prijs voor. Volgens mij zijn er ook nog wel mensen die niet bekend zijn en die toch ook niet meer hier op deze aarde zijn. We gaan hier geen grappen over maken. Als ik ook niet meer bezig. We gaan er wel een stelling aan wijden. En die luidt als volgt. De 6 moorden in Almelo zijn vaak te herleiden naar sociale problemen in de wijken. Almelo moet met een deltaplan komen om die sociale problemen in de achterstallige woonwijken te voorkomen. Dat is de stelling, uiteraard met de link naar de ellendige zaken waar we het net over hebben gehad. Ja, meneer Kampman, is dat een goed idee? Moet de gemeenteraad het daar maar eens over gaan hebben? Niet alleen de gemeenteraad, ik denk ook alle zorginstellingen in Almelo. Want als ik het goed heb begrepen, stonden destijds bepaalde mensen zelfs op de wachtlijst. Die stonden te wachten, zeg maar, dat ze konden worden opgenomen of dat ze konden worden geholpen. Alleen dat duurde zo lang dat ze uiteindelijk zeg maar, de hand aan zichzelf hebben geslagen. Maar daar komt het wel eigenlijk op neer. Ja, heel triest. Dus ja. Meneer Hummels? Ik denk dat zelfs die conclusie een beetje vreemd is. Want volgens mij is van een aantal gevallen nog helemaal niet precies bekend wat er aan de hand is. Dus ik vind dit nog steeds een beetje pijnlijk zo. Maar ik denk dat het goed is om te zorgen dat mensen zo goed mogelijk wonen. Dat ze zo min mogelijk problemen hebben. Maar dan nog kun je zulke dingen waarschijnlijk nauwelijks voorkomen. Even ter toelichting. Er zijn natuurlijk een aantal hele ernstige incidenten geweest. Omdat er mensen met grote sociale problemen zijn doorgeslagen en hele ernstige dingen hebben gedaan. En de vraag is, die hier vanavond, waar we het vanavond over moeten hebben, is wat kan de gemeente daaraan doen, meneer Middelkamp? Wat je moet doen is, eigenlijk wel moet doen en niet weer een hele discussie hebben. Kijken naar de problemen, die waren er. Er waren signalen dat er een probleem, een conflict was met buren, met mensen die nu overleden zijn. Die hadden dat heel duidelijk van tevoren aangegeven. En die signalen die worden onvoldoende opgepikt. En dat is de kern van het probleem. Als je nu belt naar de politie of naar de gemeente, luister goed, u krijgt een bandje. Nou kunt u nummer 1, 2, 3, dan gaat het heel langzaam. Dan denk je, ja, ik begin hier eerst tot 5, ik hang op. Wat zou je daaraan kunnen doen? Nou, er moet veel meer. De wijkagent moet terug naar de wijk. Dat zijn oplossingen. De mogelijkheden. Je hebt stadsmariniers. Maakt niet uit hoe je ze wilt noemen. Het is wel duidelijk. In Rotterdam werkt het. De zaal kan hier wel lachen. Maar hier valt niet iemand die lachen. Ik vind het een minderwaardige opstelling om over dit onderwerp te lachen. Okay, en als we dus in Rotterdam zien hoe dat daar aangepakt is. Want daar hebben we echt ook serieuze problemen. En als je van, hier hebben we het wiel uitgevonden, hoeven wij niet te doen. Okay. Ga in overleg met die gemeentes waar ongeveer hetzelfde probleem speelt. En dat mis ik hier. In dat punt kunnen wij als politiek, daar kunnen we wat aan doen. Duidelijk, ik ga even naar meneer Van Mierlo. U kijkt er wat Nou ja, ik kijk er wel bedenkelijk bij. Omdat ik vanuit mijn functie als wethouder ook wel betrokken ben geweest bij een aantal van dit soort ernstige situaties. En ik het dan te gemakkelijk vind dat er dan zaken worden geroepen, bijvoorbeeld door mijn buurman ter rechterzijde, die de casuïstiek niet kent. Dus dat vind ik heel ingewikkeld. Het gaat ook om ingewikkelde problematiek. En zomaar daar een oplossing voor bieden en om te kijken hoe je dat met bijvoorbeeld
herstructurering van wijken of wat dan ook kan oppakken. Ja, het moet wel gebeuren, maar dat lost dit soort vraagstukken zomaar niet op. Nee, maar doet u eens een voorschot. U bent wethouder, u zit dicht bij het vuur, u heeft deze... Nee, maar ik sta hier als lijsttrekker. Ja, dat weet ik, maar dat is te makkelijk. Ja, u staat hier ook als wethouder. Mag ik even opbreken? Dit is zoveel bla-bla. Ik vraag het even aan meneer Van Milo. Dit soort problematiek, kwetsbare sociale problematiek, daar moet je inderdaad bovenop zitten. En dat proberen we zo goed mogelijk met bemoeizorg. Dat proberen we met de streettriage. Dat betekent met dat de? Er de streettriage. Dat is een team, wat is dat? Een combinatie van politie, GGD en geestelijke gezondheidszorg die op meldingen afrijden. En nee, daar is geen bandje. Want je kan gewoon 112 bellen en dan wordt daar opvolging aangegeven. Maar die streettriage, functioneert dat afdoende? Die streettriage functioneert tussen 3:00 PM en 10:00 PM, 11:00 PM. Dat zijn ook de tijden waarop de meeste meldingen van GGZ-problematiek plaatsvinden. En dan wordt daar adequaat op gehandeld. Moet dat niet 24/7 functioneren? Ja, maar mensen kunnen altijd bellen. En daar is altijd, als je 112 belt, daar is altijd hulp. Maar het is te gemakkelijk om te zeggen, plak er maar een stadsmarinier tegenaan en dit soort problematiek is opgelost. Zo werkt het niet. Dit is ingewikkelde problematiek, sociale problematiek. Dat gaat niet eens altijd om woonruimte. Het gaat er wel om op het moment dat er bijvoorbeeld sprake is van iemand die ernstig verslaafd is. En je hebt dan bij een instelling bijvoorbeeld geen adequate en tijdige behandelmogelijkheid, dan heb je wel te maken met een veiligheidsissue. En dan moet je wel, en daar staat de gemeente ook voor, zorgen dat daar een oplossing voor komt. Omdat het zo ingewikkeld is, moet er dan toch niet een soort allesomvattende aanpak komen? Nee, of is dat niet mogelijk? Het is een samenspel van allerlei organisaties en voornamelijk ook de verslavingszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de politie en ook de gemeente, de wijkteams, procesmanagers. Maakt dat samenspel ook niet kwetsbaar door zeg maar miscommunicatie? Nee, want je moet elkaar juist in dit soort situaties, en dat gaat echt 24 keer 7 door, en ik word daar met regelmaat bij betrokken, omdat je soms ook bestuurlijk wat moet forceren. Dat systeem heeft niet gewerkt, dat is het bewijzen ligt op tafel. Okay. Nee, hier is sprake van ernstige problematiek en specifieke casuïstiek, en dat kan je niet generaliseren. Die was van tevoren aangemeld. Ik ga even naar de rechterkant van dit blok. Ik heb het niet over de politieke rechterkant overigens, maar meneer Kampman, we hebben u nog niet zo heel veel gehoord in dit blok, zeg maar. Hoe kijkt u er tegenaan? Middelkamp heeft het over stadsmariniers, meneer Van Mierlo heeft het over een veel breder omvattend... Ik denk dat de heer Van Mierlo gelijk heeft. Ik zie ook niet veel in die stadsmariniers. Ik denk niet dat dat gaat helpen. Twee van die gevallen waren trouwens burenruzies, als ik me niet vergis. En dat had niet zoveel te maken met sociale problematiek, maar dat speelde al langer, zeg maar, die ruzies. En dat is destijds uit de hand gelopen. Dus ik denk inderdaad, zeg maar, dat je er wel aan moet gaan werken. Maar zoals ik al zei, je moet alle zorginstellingen in Almelo moet je gaan betrekken, zeg maar. Mm-hmm. Omdat veel problemen komen gewoon voort, zeg maar. Omdat die zijn wel lang bekend. Die zijn ook bij de gemeente Almelo bekend. Die zijn bij die zorginstellingen bekend. Die mensen worden op een wachtlijst gezet. Het duurt vervolgens een half jaar, of soms wel een jaar. Want ik hoor zelfs mensen die gewoon een jaar op de wachtlijst staan. En dan, dat duurt gewoon allemaal veel te lang. Dat moet allemaal veel sneller. Meneer Hummels. Er had in elk geval minder op bezuinigd moeten worden op zorg. Dat scheelt al een heleboel, maar dat is een landelijke kwestie. Dan zouden we hier ook de juiste keuzes moeten maken om de middelen goed in te zetten. En dat is ook nog wel een heel ingewikkeld gedoe in Almelo. Want blijkbaar is er meer geld voor infrastructurele zaken dan voor menselijke zaken. En dat vind ik ook wel pijnlijk. Dus wat dat betreft schiet er nog steeds niks op met de zittende partijen. Dus ik hoop dat het ook heftig verandert met de verkiezingen. Nee, oké, maar ik constateer teruggaan naar de stelling met een deltaplan. Dat is een containerbegrip. Er moet wel wat gebeuren, meneer Van Mierlo. Ja, maar en dat doen wij ook. Hè. Dit gaat om het samenspel tussen zorg en veiligheid. En dit college heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat er juist ook een plan is gekomen om zorg en veiligheid met elkaar extra aandacht te geven. En die samenwerking ook met zorgpartners als een Tactus, als een Dimens, om die ook nadrukkelijker te organiseren. Ik sluit het af. Dank. Volgens mij is het goed dat we het hierover gehad hebben. We laten het hier ook bij voor dit blok. Dank u wel. Het volgende hoofdstuk gaat over sociale maatschappelijke zaken. En daarover gaan we praten met Patricia Pol, Forum voor Rechts, Marcel Zielman van Democraten.nu, Hans Buitenweg is er van GroenLinks en Elise Klaassen van de ChristenUnie. Ja, eerst maar weer eens het inmiddels gebruikelijke inleidende vraagje. Het is een beetje een quizvraagje ook. Weet u hoeveel uitkeringsgerechtigen Almelo telt, mevrouw Klaassen?
Ik zeg het heel eerlijk, dat weet ik nog niet. Doe ze gooi. Ja, dat ga nee? ik niet doen. Ga je niet doen? Nee. Oké. Okay. Is ook niet, misschien ook wel niet iets om grap over te maken, meneer Buitenweg, vindt u? Vindt u ook niet? Nee, geen grap over maken. Het is ernstig genoeg dat er zoveel zijn. Ik schat op momenteel, het wisselt natuurlijk, het fluctueert, tussen 27 en 2800. Meneer Zielman? Ja, daar ben ik het mee eens. Zo tussen de 2700 uitkeringsrechten, denk ik. Ja. Heeft u het alleen over de bijstand, neem ik aan? Bijstand, ja. Bijstand. Ja, bijstand en bijstand gerelateerd. Bijstand gerelateerd, ja. Okay. Ja. 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 Patricia Pol? Ja, dat onderschrijf ik wel, dat aantal. Ja, de laatste sprekers die zaten in de richting, althans voor wat betreft het aantal 4 jaar geleden. Toen waren het 2870. Vandaag de dag zijn het er 2484. En ik begrijp dat de taakstelling nog steeds is om er 2100 van te maken. Henk, ja. Jij brengt ons naar de stelling, hè? Ja, ik wou toch nog één vraagje ertussendoor doen, als dat kan. Meneer Buitenweg, heeft u zelf wel eens van een uitkering geleefd? Ja. Bijstand? Ik heb een bijstandsuitkering gehad, even kijken, heel lang geleden, in 1982... Toen was ik top van de werkloosheid. Ik kwam toen van school af. Er had niemand werk uit mijn klas. Oké. Okay. Ja, toen woonde ik in de gemeente Wierden. En dat waren ze niet zo streng volgens mij als hier. Mevrouw Klaassen? Ja, nou, toen ik afgestudeerd was, toen heb ik 1 maand in de bijstand gehad. En voordat ik een baan vond. Meneer Zielman? Nee. Mevrouw Pol? Nee, ik heb geen bijstandsuitkering gehad. Nee. Nou, dan komen we toch iets wat curieus... Een verkiezingsbord wat in de gemeente Hellendoorn hing. Ik zeg er nadrukkelijk bij hing, want het is al het is inmiddels verwijderd met excuses. Maar daarin stond van een bijstandsuitkering is een lekkere hangmat. Het was overigens een verkiezingsbord van de VVD, de plaatselijke VVD daar. Wat vond u daarvan, meneer Zielman? Wat vindt u daarvan? Ja, het is geen lekkere hangmat, maar het is ook geen vrijblijvendheid. Hè? Het is een beetje van beide. Op het moment, ik geloof echt dat er mensen zijn die inderdaad niet kiezen om in de bijstand terecht te komen. Ik vind wel dat als je in de bijstand terechtkomt, dat je dan ook zelf er alles aan moet proberen te doen om er weer uit te komen. Hè? En daar helpt de gemeente help je daar een heel stuk mee. We hebben allerlei, ook deze afgelopen 4 jaar, mooie initiatieven gehad waarbij dat mogelijk is gebleken. Zoals? Nou, weet je, we hebben sowieso in de regionale samenwerking hebben we ook heel veel zaken, hè, die we daarin proberen te regelen. We hebben veel contacten met bedrijven daarover, okay, om mensen een kans te geven, hè, om stages te laten lopen. Er zijn heel veel mooie instrumenten. Ja, nee, maar u vraagt mij, dus dan krijgt u een mooi antwoord. Ja. En er zijn ook heel veel, er is een hele mooie instrumentenkoffer om mensen daarin te begeleiden. Oké, okay, mevrouw Pol. Had het ook een verkiezingsposter van Forum voor Rechts kunnen zijn? Nee. Okay. Omdat er aan de andere kant van de gemeente Almelo hebben mij signalen bereikt dat het daar nogal wat schoot in de begeleiding van mensen uit de bijstand halen. Komen we straks op. Oké. Okay. En ten tweede is het niet zo. Er zijn ook mensen die door ziekte in de bijstand zitten. Dus ik vind het te Ook daar komen we straks op. Ja. Dus u vindt het eigenlijk te gechargeerd? Dit vind ik te groot. Oké. Okay. Meneer Buitenweg? Ja, ik spreek van minachting voor mensen met een bijstandsuitkering. Maar deze teksten zijn ook gebruikt 4 jaar terug hier door de VVD in Almelo. Ook de heer Van Woudenberg heeft vaak gezegd, uitkering, kom uit je hangmat. Oké. Okay. Mevrouw Klaassen? Ik werd schuldig van framing op Twitter, dat ik dat aan elkaar verbond. Maar daar hebben we nu niet over. Mevrouw Klaassen, wat nou, voor... ik deel de maatschappelijke verontwaardiging over deze uitspraak. Ik vind het niet kunnen om op deze manier over bijstandsgerechtigen te praten. Duidelijk. Gaan we nu naar de stelling. Almelo heeft een groot percentage uitkeringsgerechtigden. De controle op misbruik moet beter en strakker. Die luidt al dus. Er zijn nog steeds te veel uitkeringsgerechtigden in Almelo. Controle op misbruik moet strakker en strenger in Almelo. Wat vindt u daarvan, mevrouw Pol? Nou, ik denk dat we moeten beginnen met dat de kwaliteit van de begeleiding en het begeleiden van de uitreden verbeterd moet worden. Ik sprak een dame en dat had te maken met iets... Maar strakker en strenger?
Nou nee, het moet eerst beginnen met, als iemand een werkcoach al 3 jaar niet heeft gezien, geen enkele begeleiding heeft gehad, dan praten we niet eens over strenger, dan praten we over beter. U zegt de begeleiding het schiet gewoon tekort faalt vanuit de zijde van de gemeente Almelo. En dan kun je wel verwijten gaan maken met de bijstandsgerechtigen, maar dan denk ik van, er was een dame die smeekte zo ongeveer om hulp. En die zei van, en nog werden de signalen niet opgepakt. Helaas. Nee, dan had deze, de notabene was deze partij die hier naast me staat, een hele grote mond in de Facebookgroep. En terwijl die dame het daarover had dat dat een probleem was, bleven ze de verantwoordelijkheid leggen bij de bijstandsgerechtigden. We komen nu bij meneer Zielman. De stelling, als we even teruggaan naar de stelling, controle moet strenger en strakker. Ik denk dat je in ieder geval degene die er misbruik van maken altijd moet straffen. En dat geldt niet alleen voor dit soort zaken. Volgens mij geldt dat voor allerlei zaken waar misbruik gebeurt. Het gaat er natuurlijk om hoe je dat opspoort. Dat is ook zo. Maar volgens mij, weet je, wat ik weet van mijn tijd. Ik heb een tijd voor de regio daar ook voor gewerkt. Ik heb bij de gemeente Hellendoorn gewerkt in een soortgelijke functie. En daar heb je veel samenwerking in de regio. Ja, en ik kan, weet je, het zal ongetwijfeld waar zijn wat mevrouw Pol zegt, maar dat zijn niet de signalen die je en masse hoort. Ja, er kan natuurlijk altijd een zaak tussen zitten waarbij dat zo is. Maar als je kijkt hoe het is georganiseerd, ook vanuit de gemeente, denk ik dat daar in de afgelopen jaren behoorlijk wat stappen zijn genomen. Misschien moet de democraten nu dan eens een keer met die bijstandsgerechtigden gaan praten in plaats van een oordeel over te hebben, want dat is wat jullie doen. Meneer Buitenweg? Ja, ik vraag me af in hoeverre en hoe groot dat issue misbruik is, om je daar nou helemaal op te gaan concentreren. Je kan je beter op de begeleiding van de mensen concentreren. En daar komt bij, er zit een grote groep in de bijstand waarvan je gerust kunt zeggen, die krijgen geen werk meer. Hm. Die zitten om andere redenen in die bijstand. Het zij door een psychisch probleem, een lichamelijk probleem. Sommige mensen zouden misschien wel via uitkering moeten hebben in plaats van een bijstandsuitkering. Maar die splitsing wordt ook niet gemaakt. Dat is een politieke keuze, denk ik, landelijk. Wat erbij komt is dat je die ongeveer 1300 mensen zijn volgens mij die in die groep horen die niet meer aan een baan zou komen. Okay. En die moet je ook in feite met dat thema met rust laten. En daarom pleiten wij voor een basisinkomen. Okay. Mevrouw Klaassen nog even op dit punt. Ja, strenger of strakker? Nou, ik denk dat je... Er zitten heel veel verschillende mensen in de bijstand. Langdurig, kortdurend. Er zijn een heleboel verschillende mensen die daarin zitten. En ik denk inderdaad dat de begeleiding om mensen weer aan het werk te krijgen soms belangrijk is. En ook dat mensen die inderdaad om wat voor reden dan ook gewend zijn geraakt aan die situatie, die moet je weer helpen om gewoon van de bank af te komen. En dat gebeurt ook wel. Die enkeling die dan misschien waar het echt fout gaat. Ik denk dat daar wel controle op is. Okay. Maar je moet ze motiveren, zeker weten. En zorgen dat ze vrijwilligerswerk kunnen doen. En via het vrijwilligerswerk, misschien stromen ze dan door naar een echte baan. Duidelijk. Nog even één stelling erop loslaten op hetzelfde thema. Correct? Ja, nou ja, we zouden de discussie nog iets scherper kunnen proberen te krijgen door de volgende stelling er tegenaan te gooien. Van tegenprestaties voor uitkeringsgerechtigden wordt niemand gelukkig. Afschaffen die verplichting. Meneer Zielman, afschaffen. Nou, volgens mij moet je, dat hebben wij ook altijd gezegd, moet je kijken naar maatwerk. En waar het kan, moet je mensen gaan motiveren om vooral aan het werk te gaan. Omdat het goed is voor ze. Hè. Je krijgt weer een dagritme. Het gaat om de verplichting. Hè? Ja, dat begrijp ik. Daar begon ik mijn. Naar aanleiding van wat meneer Bouwhuis mee begon, zei ik ook. Het is niet vrijblijvend. Zeker niet. Zeker niet. Dus er wordt aan de ene kant wordt er aan de. Ik hoor uit de zaal, dit is een recht. Maar aan rechten zitten ook plichten. Hè? En op het moment dat je zegt van. Je moet daar een tegenprestatie. Als je kunt werken, vind ik dat je altijd moet werken. Maar dus nogmaals, waar maatwerk toegepast kan worden. En die hele groep die meneer Buitenweg die net noemt, weet je, die zien wij ook. Weet je? En als je mensen echt niet aan het werk, als die echt niet aan het werk kunnen, dan moet je ze daar ook niet mee belasten. Maar op het moment dat je nog kunt, mag je daar best een tegenprestatie voor vragen. Okay. En die tegenprestatie is ook, en dan zal ik hem afronden, die is ook vaak in begeleiding. En die begeleidt jou naar een stageplek waarin je dus weer kunt proeven en weer kunt kennismaken met het arbeidsproces. Duidelijk. En dat helpt je op lange termijn alleen maar. Duidelijk, we zitten in de laatste minuut. Mevrouw Pol, ja, afschaffen die plicht?
Nee, ik ben voor. Forum voor Rechts is voor tegenprestatie, mits het kan. Dus dat okay. De situatie het toelaat. En sterker nog, Forum voor Rechts is de overtuiging dat het zelfs levensvreugde geeft wanneer je uit je sociaal isolement wordt gehaald. Wanneer je zelfvoldoening heeft. En dat is misschien dus een klein duwtje in de goede richting. Maar we zijn hier absoluut voor. Dank, mevrouw Klaassen. Ja, ik denk dat je altijd moet kijken wat mensen kunnen. Als iemand nog koffie kan zetten, dan kun je zeggen, kom maar mee. Ga ergens koffie zetten. Er zijn ook mensen die kunnen echt niks. Dan moet je ze helpen. Maar ik vind dat een tegenprestatie wel... dat is wel nodig. Oké, okay. Dan mag Hans Buitenweg het afsluiten. Nou, zoals die is geregeld, ben ik het er niet mee eens. Want er wordt hier als een verplichting opgelegd. En ik vind, het mag vrijblijven, mag je natuurlijk dat wel vragen van... Goh, is het niet zinvol dat u eens gaat rondkijken naar een maatschappelijke taak in uw omgeving, waar je zelf wat aan hebt. Maar je moet niet opleggen wat iemand moet gaan doen. Als je iets gaat doen, dan moet het ook uit jezelf komen. Met hulp eventueel van begeleiding, maar niet verplichten en daar zeker niet op gaan korten. Dankjewel. Dank allen. Tot zover dit blok. Gaan we nu verder met blok 7. Het gaat over vluchtelingen en asielzoekers. Dat doen we met Herman Swering van de Partij van de Arbeid. Wouter Ravenshorst van het Forum voor Democratie. Oer Tjette van de lijst Tjette. En Sebastian Steuteler van de PVV. Ja. Eerst even een vraagje vooraf. Hoeveel asielzoekers wordt er in Almelo opgevangen momenteel... als alle plaatsen bezet zouden zijn. Weet u dat, meneer Ravenshorst? Nee. Ik gok rond 3000, 3500. Oké. Het vermoeden bestaat dat u er een stukje naast zit. Meneer Swering? Ik dacht dat er ongeveer 400 waren. Oké. Okay. Meneer Tjette? 375, als ik het goed heb. Okay. Meneer Steuteler? Volgens mij is het 375 in het asielzoekerscentrum zelf. En dan nog eens 250, iets in die orde van grootte, in het U zit er dichtbij. Huis Alexandra gaat huis weg, Alexander. Daarom heb ik niet Huis Alexandra meegeteld. Nee, maar op dit moment was de vraag. U zat er vlakbij, want in het reguliere AZC zit er inderdaad 394. En plus 250 extra tijdelijk. In huize Alexandria. Nog even, toch een vraagje. Bent u bereid een asielzoeker in huis te nemen, meneer Tjette? Iemand die echt hulp... Nee, waarom niet? Omdat wij in Nederland, godzijdank, goede faciliteiten hebben als COA. En wij kunnen het als een goed en machtig en rijk land goed regelen. Dat zij goed gefaciliteerd meneer worden. Meneer Steuteler? Nee. Nee? Mag ik hem iets breder trekken dan? Iets actueler. Ja. We zitten in oorlogstijd. Er komen allerlei vluchtelingen uit de Oekraïne onze kant op. Even wachten. Meneer Swering, de vraag wordt ook in de media gesteld. Er wordt een beroep gedaan op de mensen, op de burgers, om mensen uit de Oekraïne in huis te nemen. Staat u daarvoor open? We kennen allemaal die momenten dat we op de bank zitten en naar de televisie kijken en denken van... Hé, dat bloedje wat daar ligt te verhongeren, dat kan hier naar binnen. En het zou heel raar zijn als je morgen allemaal mensen op de stoep staan met een koffer onder de arm... waarvan wij zouden zeggen, wij gaan u niet helpen. Ja, dan gaat de deur bij Huize Swering open. Oké, dat is duidelijk. Meneer Ravenshorst? Ik denk dat voldoende facilitaire maatregelen genomen kunnen worden in de regio... 100%. Ik denk erbij bijvoorbeeld in Polen of andere omliggende landen. Maar ja, goed, mocht het dan niet lukken, dan kunnen we eventueel kijken naar mogelijkheden. Ja, en zelf in huis? Nee, daarvoor is mijn huis te klein. Oké, meneer Tjette? Je moet het gewoon niet willen, ook voor die mensen. En we doen net alsof dat heel Oekraïne morgen hier naartoe komt. Kijk, of een paar maanden terug hadden we het over de Afghanen en daarvoor was het de Syriërs. Nu is het de Oekraïners. Helaas is het zo dat dit soort dingen altijd blijven doorgaan. In de jaren 90 was het Bosniërs. Maar nogmaals, wij hebben het in Nederland, godzijdank, niet zoals de beide partijen het willen, maar zoals wij het doen, goed geregeld. Er zijn genoeg faciliteiten, er is genoeg geld. En stel dat er mensen, zoals meneer Swering zegt, op straat staan met koffers, maar dat is onmogelijk in Nederland. Natuurlijk ga je dan mensen helpen. Maar op dit moment hebben wij het goed geregeld in Nederland en het blijft ook goed gaan. Okay. Heb ik alle vertrouwen in. Meneer Steuteler?
Ja, weet je, de Partij voor de Vrijheid staat aan de kant van de Oekraïners. Maar volgens mij zijn dat geen asielzoekers als asielzoekers. Want zij hebben gewoon, ja, ze zijn vluchteling, maar zij hebben gewoon een status voor verblijf hier. Zij mogen hier gewoon legaal verblijven. Op het moment dat zij de EU binnenkomen, mogen zij ook gratis reizen door de hele EU. Oké, maar de vraag is gewoon even inleidend. Zij kunnen hier, komen. Dat de gemeente nu op zoek is en al heeft gevonden, faciliteiten om die mensen op te vangen, verzet de PVV zich maar niet tegen. Maar doet u persoonlijk de deur open? Bij uw huis? Nee, voor bij mijn huis is geen plaats. Dus dat gaat niet. Dat gaat sowieso u heeft, niet lukken. U heeft gewoon maar de ruimte bij mij, niet. Bij mij achter op dit moment worden al Oekraïners opgevangen. En daar ben ik niet tegen. Ik vind dat die mensen een veilig inkomen moeten. Stel dat het Afghanen waren dan. De oorlog daar dit duurt. Brengt ons bij de eerste stelling. Stel dat het Afghanen waren dan. Stel dat het Afghanen waren bij u achter thuis. Had u daar problemen mee gehad? Nou, ik geloof dat zij de debatleiders zijn, meneer Zetten. Oké, we gaan kijken of we het gesprek op scherp kunnen krijgen. Met de volgende stelling. Die is stevig. Als de oorlog voorbij is en alle Oekraïners weer veilig thuis zijn, dan moet het asielzoekerscentrum in Almelo zo spoedig mogelijk dicht en worden ze ook de nieuwbouw afgeblazen. Meneer Steutelen. Ja, eens. Ja, waarom? Eens. Van mij, wij hebben dat asielzoekerscentrum lang genoeg gedaan. Ik heb heel veel mensen, heel veel dames vooral gesproken, die daar zelfs overdag, maar al helemaal 's avonds, de hond niet uit durven laten, omdat zij worden nagefloten, nagesist, nageschreeuwd. En ik hoor ze hier, maar dat is gewoon echt zo. Gaat u een keer met mij mee, ik neem u mee die kant op en dan kunt u zelf met die vrouwen praten. We hebben dat AZC hier lang genoeg gehad. Dat AZC kan gewoon dicht. Dat is ook in andere gemeenten gelukt. Hebben we dit hele jaar door in het nieuws gezien. U koppelt dat aan de Oekraïners. Volgens mij hoeven de Oekraïners niet in het asielzoekerscentrum terecht te komen. Nee, die komen in huis, Alexandra. Maar goed, de stelling is stelling duidelijk, is denk fout. Ik. Jij maakt een stelling over het slopen van het asielzoekerscentrum. Je hebt het over de huizen Alexandra. Oekraïners komen in de huizen Alexandra. Laat ik duidelijk zijn, de stelling is asielzoekerscentrum moet dicht. Geen asielzoekers meer in Almelo. Dat is de stelling. U bent daar duidelijk over, meneer Steutelen. U wilt het niet. Ik ook. Als er vrouwenvriendelijke partij is in Nederland, dan is het PVV. Dat hebben we wel begrepen. Dat hebben we wel heel goed begrepen. We weten wat PVV'ers doen in de Kamer. Daar met gaat hun de vrouwen. Stelling niet over. Nee, maar over de veiligheid van asielzoekers. We hebben al 30 jaar asielzoekerscentrum in Almelo. En wij hebben tot nu toe, mijn collega beweert altijd wat anders, maar dan denk ik van waar woon ik dan afgelopen 30 jaar. Mijn collega beweert dat er altijd heel veel ellende is. Asielzoekcentrum brengt ook heel veel werkgelegenheid met zich mee. En we hebben tot nu toe in Almelo heel veel mensen opgevangen die meestal ook weer verder in Nederland of in Europa hun rust en vrede vinden. Als het over de huizen Alexandra gaat, waar je vraag over gaat, op het moment, we zouden normaal gesproken 1 april denk ik, zouden we overgaan naar slopen, omdat ons contract dan klaar is met COA. En wat er in de toekomst gebeurt, ja, er is nu een raadsvoorstel dat het gesloopt moet worden uiteindelijk. Maar wat we daar later mee doen. Voor alle duidelijkheid, wel of geen asielzoekers in Almelo, dat is de vraag. Zolang het nodig is, komen er asielzoekers naar Nederland en ook naar Almelo. Dus het asielzoekerscentrum moet open blijven, gaat niet dicht. Zolang het nodig is wel. Vindt u dat ook, meneer Ravenshorst? Wij vinden dat ACC inderdaad wel dicht kan. Wij zijn meer voor opvang in de regio's waar zij ook hulp nodig hebben. Dus geen asielzoekerscentrum? Geen asielzoekerscentrum. Vindt uw partij, maar die vraag stel ik ook aan de PVV, in morele zin niet de menselijke plicht om mensen in nood op te vangen en er faciliteiten voor te creëren? Als we dat zouden doen, dan zou Nederland waarschijnlijk te weinig huisvesting hebben zoals we al hebben. Dus nee, maar goed, de vraag is van, ja, we zijn allemaal mensen en ja, maar er zijn heel veel mensen in nood. Kijk ook naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Er zijn er gigantisch veel, maar ik denk niet dat we zoveel plekken hebben om ze te kunnen huisvesten. Geen asielzoekers in Almelo? Nu niet, nooit niet. Geen asielzoekerscentrum in Almelo. Nou, als ik goed luister naar de PVV en mijn linkerbuurman, dan gaan wij een hek om Almelo heen zetten en zorgen dat er niemand meer in komt. En iedereen die geen Nederlands paspoort heeft, zetten we eruit. Dat is een beetje wat ik begrijp. Volgens mij maken wij met Almelo deel uit van een internationale wereld. En daar horen verplichtingen bij, rechten en plichten, inkomsten, maar ook lasten. En volgens mij moet je die lasten met elkaar delen. En als je die niet wil delen, dat is heel erg jammer, maar dan zou ik zeggen, accepteer ze in ieder geval. En laat die mensen die daar zitten allemaal in hun waarde. Gemiddeld zijn ze 7 jaar onderweg voordat ze een vaste plek hebben. Dat is nogal wat, 7 jaar. Ik heb 2 jongens van 9, die zouden dan al 7 jaar van hun leven onderweg zijn. We hebben toen eens crisisnoodopvang gehad hier in Twente. Nou, jij bent toen ook in Friese Veen weer eens te kijken, ik weet het nog.
We hebben daar toch ook wel een stukje ellende gezien. Dat we daar die kinderen toch zagen. Nou, die baby's die daar s'avonds om 11 uur binnenkwamen, schreeuwend en alles. Dat we nog bedjes moesten regelen en weet ik wat. Het is schandalig om te zeggen van sluit die centra, vang ze op in de regio. Kijk naar Lesbos, hoe we daar omgaan met die asielzoekers. Te schandalig voor woorden. Meneer Zwerg maakt er nu een heel mooi verhaal van. Maar hij heeft mij net overduidelijk niet gehoord over de Oekraïners. En dat ik zei dat wij ons er niet tegen verzetten dat daar hier opvang wordt geregeld. Dat zij gewoon recht hebben om dit land binnen te komen. Dat zij hier gewoon naartoe mogen reizen. Maar u zegt dus zelf, zij zijn geen vluchtelingen. Nee, maar frames. Ik heb het helemaal niet over Oekraïners. Oekraïners kunnen vrij reizen. Zijn niet op elkaar praten. Dit is gewoon lekker heen en weer framen over dat ik alle buitenlanders het land uit wil hebben. En iedereen met een dubbel paspoort. Is toch zo? Het Nederlands paspoort wil afpakken. Wacht even, als je gewoon een vreemden hebt, ik heb het niet over Oekraïners. De vraag is namelijk, wat doen we met asielzoekers? En op dit moment zijn alle Oekraïners in Nederland geen asielzoekers, want ze zijn rechtmatig om hier te komen. Mag ik een probleempje aan de orde stellen met de opvang van vluchtelingen? Eén probleempje. Wat we net al zeiden is, het AZC in Almelo kent 396 plekken. Alleen de helft van die opvangplekken wordt bewoond door mensen, door statushouders. Het zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben. Daardoor kunnen we echte asielzoekers minder opvangen. Nou, de stelling is al dus. Almelo moet statushouders zo snel mogelijk een woning geven. Zodat er meer plekken vrijkomen. Niet alleen Almelo. Wacht even. Omliggende gemeenten ook. Deze stelling leg ik eerst voor aan meneer Ravenshorst. Verrassend, maar geen voorrang verlenen aan statushouders. Gisteren hebben wij, vorige week zaterdag, hebben we op de markt hebben we nog gesproken met een aantal mensen. Daarvan stonden sommigen al 11 jaar op de lijst hier om een sociale huurwoning te krijgen. Daarom zijn we ook voor meer sociale huurwoningen. Dus passende huurwoningen, duidelijk, jongens. Duidelijk, maar, meneer Tjetten. Even kort over dit punt. Onmogelijk dat je 11 jaar lang in de wachtlijst staat bij ons in Almelo, nummer 1. Nee, kort. Moeten we die mensen... Statushouders moeten onderdak hebben in Nederland. En dat zeg ik niet... Moet de gemeente Almelo daarvoor zorgen? De gemeente Almelo doet het al redelijk goed. En als het aan mijn collega van PVV lag, moet ze de stad uit. Maar als het aan mij ligt, moeten wij als stad, regio en Twente zo snel mogelijk statushouders een ruimte geven. Meneer Steuteler? Nee, het is ook weer lekker feitenvrij oreren, maar wij hebben juist de toezegging binnengesleept om statushouders geen voorrang meer te geven op onze sociale huurwoningen. Dan wordt het probleem nog groter daar. Dan blijven ze daar wonen. Okay. Als laatste meneer Zwering over dit punt. Ja, die toezegging is inderdaad binnengesleept door de PVV. Vervolgens kun je de vraag stellen hoe rechtmatig is die toezegging. Daar gaat het niet om, maar de stelling maar is... Die, even daaraan vooraf. Want het is namelijk een wettelijke plicht om de beste mensen te huisvesten en bij voorrang te plaatsen in woningen. Dus u vindt dat de gemeente Almelo moet... Ja, die heeft daar een plicht. Zeker. Duidelijk. Nee, daarmee sluiten we dit punt af. We gaan het in deze laatste ronde van het verkiezingsdebat nog één keer hebben over het bestuur. En dat doen we met Frits Akspe van de SP, Arjen Maathuis, VVD, Isra Abdelatif, Almelo Centraal en Jeroen Wiers, D66. Om af te trappen, nou, laten we even bij meneer Wiers beginnen. En daarna mogen jullie ook. Noem één partij met wie u beslist niet in het college wil. Nou, dat is niet zo heel erg moeilijk. Forum voor Democratie. En waarom? Gezien alle uitlatingen die er de afgelopen tijd zijn gedaan. Over corona, over Oekraïne. Nou, je kunt het allemaal wel bedenken, denk ik zelf. Dus nou, dat lijkt me al genoeg reden. Mevrouw Abdelatif. Nou, laat de kiezers hier over hebben eerst. En daarna gaan we kijken wie is de winnende partij en hoe gaan we college hier vormen. Dus hier ga ik niet... Ja, want we hebben het hier eerder over gehad vanavond een beetje. Ja, hè? Precies, maar u wil niet precies één partij noemen of twee of misschien wel nu vier? Nu gaan de kiezers hier over okay. En daarna maar gaan maar goed, we. Omdraaien. Met welke partij zou u heel graag in een college zitten? In het college? Ja. Ja, dat is ook aan de kiezers. Wie nee, gaan ze groter maken? Vanavond is dat nu. Ja, voor alle duidelijkheid. Ik hoop dat lokale partijen die groter gaan worden. En natuurlijk sociale partijen, die wil ik ook heel graag zien in het college. Okay. Meneer Maathuis, ja. Met wie liever niet? Sowieso niet. Forum voor Democratie, en dat heb ik al een keer uitgelegd. Ik vind het juist ook democratisch om aan de kiezer op voorhand te laten weten met wie je absoluut geen zaken wil doen.
Het is niet des VVD's om partijen uit te sluiten, maar in het geval van Forum en de landelijke context waar die partij voor staat en echt verwerpelijke uitspraken, is het echt uitgesloten dat wij daarmee in een college stappen in Almelo. Meneer Akse? Wij zullen niet samenwerken met partijen die juist de maatschappij willen spleten. En dat is in dit geval, wat ik tot nu toe gelezen heb en gehoord heb, Forum voor Democratie. Maar ik vind ook dat de PVV daar regelmatig dat doet. Ja, die sluit u dus ook uit, de PVV. Oké. Okay. Nou, dan blijft voor Forum voor Democratie alleen Almelo Centraal over, constateer ik. Succes. En gaan we naar de stelling, Henk, of niet? Ja, gaan we doen. En dat gaat over het huidige college van VVD, CDA, LAS en ChristenUnie. Na 4 jaar coalitie van CDA, LAS, VVD en ChristenUnie gaat het best goed met Almelo. De stad is gebaat bij voortzetting van deze coalitie. En de stelling luidt als volgt. Het huidige college heeft het goed gedaan, dus Almelo is gebaat bij voortzetting van deze coalitie. Mevrouw Abdulatif. Ja. Ja, ze zegt ja, hartstikke mooi. Geweldig, dank u wel. Weet je, Arjan, ik zou zeggen van, moet echt goed over nadenken. Wat hebben ze nou goed gedaan? Noem me drie dingen wat ze goed hebben gedaan. Nou ja, de financiën gedaan, op orde. Vraag aan mevrouw Abdulatif. Ja. Goed gedaan? Eigenlijk kan ik geen één noemen, eerlijk gezegd. Dat heeft ook mee te maken omdat ze hebben gezeten om alleen uitvoeren. Hè? Volgende vraag, wat hebben ze fout gedaan? Nou, laten we praten over... ze zijn begonnen ook bijvoorbeeld met contacten met inwoners, met ondernemers. Ik heb nooit deze wethouder, lijsttrekker, hoe mag je het noemen, ze hebben twee petten, gehoord over sociale domein. Dat is in zijn portefeuille. Ik heb nooit gezien een wethouder of iemand van het college bij een ondernemer die komt tijdens lockdown om te zeggen, hoe gaat het met jullie? Dat heb ik niet gezien. Dus ik zou het echt niet kunnen noemen. Oké, gaan we naar meneer Akse. Terug naar de stelling. Nou, Almelo is bij gebaat voortzetting van de huidige coalitie? Nee, dat denk ik niet. Kijk, dit college heeft zeker wel dingen goed gedaan hoor. Maar ook dingen niet goed gedaan. Als het gaat om financiën op orde, ja, hebben ze gedaan. Alleen dat is de vraag ten koste van wat. En ik zie in het sociaal domein dat het ten koste van het sociaal domein is gegaan. Dat het ten koste van de jeugdzorg is gegaan. Dat er allerlei dingen zijn opgetuigd waarvan ik denk van dat is helemaal niet nodig. Bijvoorbeeld de enorme controle op zorgbureaus. Je had het op een heel andere manier kunnen oplossen, zodat je had voorkomen dat er een hele organisatie wordt opgetuigd. Dus ja, er zijn inderdaad dingen die ze anders hadden moeten doen. Nou, we gaan straks zien hoe we dat oplossen. Ja, wat is het punt waar de SP zeg maar, zich het meest aan heeft... Ja, geërgerd is misschien een groot woord, maar het meest aanstoot aanneemt van het huidige college? Nou, dat ze zo makkelijk allerlei miljoenen in fysiek steken, in plaats van miljoenen in sociaal. Okay. Dat stoort me enorm. Gaan we naar meneer Wiertz. Terug naar de stelling. Mm-hmm. Dit college van BMW is een zegen voor Almelo. Eens of niet eens? De lat wordt steeds hoger gelegd. Ja, ja, inderdaad. Een zegen zeker niet. Ik ben het wel met meneer Akse eens. Er zijn ook dingen goed gegaan, maar ook dingen minder goed. We hebben bezuinigingen gehad op de zorg, op cultuur, op de bijstand. En, wat had D66 anders gedaan dan? Wat wij anders hadden gedaan. Ja. Wij hadden die bezuinigingen op cultuur bijvoorbeeld en op sport zeker niet gedaan. In sommige gevallen denk ik ook dat er plannen door zijn gedrukt, terwijl die beter met de inwonersbedrijven hadden Zoals? Overlegd. ja. In het algemeen. Nou, u noemt het, hè? Ik noem het. In het algemeen denk ik gewoon in de ruimtelijke ordening. Oké. Okay. We komen bij meneer Maathuis van de VVD. Ik ga u niet vragen of u dit een goed college vindt. Ik ga u wel vragen, waar heeft u spijt van waar u de afgelopen 4 jaar mede
regeringsverantwoordelijkheid voor heeft gedragen. Ik vind als je aan zelfreflectie doet, nou verkeerd heb gedaan. Ik denk dat we met de stedelijke ontwikkeling eerder hadden moeten beginnen in de gemeente Almelo. We zijn wat bedoelt nu u allemaal daarmee? Plannen aan het bedenken om wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, om die op een hoger niveau te tillen. Dat heeft eigenlijk in de afgelopen bestuursperiode te lang gewacht, maar daar zijn we nu gelukkig wel mee bezig. Daar liggen visies, daar liggen ontwikkelingsplannen en daar ligt een hele mooie basis voor de volgende bestuursperiode om daarmee aan de slag maar te gaan. Maar heeft u ergens spijt van? U vraagt me altijd of ik ergens spijt van heb en u kent mij een beetje. Ik ben een uitgesproken man en ik sta vaak achter de uitspraken die ik doe. Ja. Toch nog even dan, meneer Maathuis. Ja, u bent wethouder. Wat zou u het liefst willen? Wilt u graag verder met dit college in deze samenstelling? Dit college heeft gezorgd voor een beter ondernemersklimaat. Heeft gewerkt aan het beteugelen van de zorgkosten. Ik kijk even over de verkiezingen heen. Hè? Toch even een uitspraak daarover van u. Uiteindelijk is het aan de kiezer. Weet ik. Maar graag op de ingeslagen koers verder. Ja. Het liefst met dit college in deze samenstelling. Met deze partij, met deze wethouder. Nogmaals, het is eerst aan de kiezer. Weet ik. Maar op de ingeslagen koers graag verder. Duidelijk. Duidelijk. Gooi er nog een stelling tegenaan, Henk? Ja, we hebben nog 2 minuten. En deze is ook al heel op Almelo toegespitst. Daar komt hij. Ja, dit is dan de laatste stelling. Dus jullie mogen nog 1 keer los. We hebben nog 2 minuten, dus niet zo heel lang. Met al die eenmansfracties en versplintering is een gemeente onbestuurbaar. Daarom moet de kiesdrempel omhoog. 100%. Minimaal 2 zetels en anders niet. Meneer Maathuis? 100% mee eens. Ja. Ik denk dat het goed is. Hè? De inwoner zit te wachten op een stabiel gemeentebestuur. Die de problemen aanpakt waar de stad voor staat. En die ook de kansen grijpt waar de stad voor staat. En daarom is het belangrijk dat we de versplintering tegengaan. En dat een inwoner, dat is mijn stemadvies, kiest voor stabiliteit. Duidelijk. Los van het feit of we dit allemaal kunnen regelen. Hè? Maar het is het principe. Ik kan me voorstellen dat u dat niet wilt, maar misschien vergis ik me. Nou, kijk Henk, dat is wel belangrijk dat diversiteit aanwezig moet zijn. En het is niet alleen maar in partijen die gebonden zijn met Den Haag. Dus het gaat om een lokaal partij die echt voor lokaal mensen komt. Maar we hebben komen. Het over al die splinterpartijtjes, ja, hè? Nee, dat noem ik een diversiteit. Wat heeft u nou concreet betekend voor de stad? Nou, ik heb wel heel goed iets concreet betekend voor de stad. Wat jouw partij, die hebben ze niet gedaan. En dat is de gratis parkeren op zondag. En dat is door Almelo Centraal. Die is ingevoerd met eigenlijk de meerderheid die hebben ze voorgestemd. Nou, en toen hebben jullie ook daarvoor volgens gestemd. Mij, meneer dus Wiets, dat is echt concreet. Meneer Wiets ontkent dat volgens mij ook. Ja, jullie zijn wel duidelijk vergeten blijkbaar. Maar gelukkig zijn notulen en dat kun je wel terugzien. De stelling, meneer Wiets. Nou ja, we hebben een heleboel partijen. Maar uiteindelijk is het gewoon aan de kiezer. Maar wat je wel ziet in de gemeenteraad. Kijk, wij zijn met z'n tweeën. Kiesdrempel omhoog. En dat is al lastig. Dus als je in je eentje in de gemeenteraad zit, dan is het denk ik wel heel erg moeilijk. Maar goed, het gaat gewoon even om het principe. We gaan het ook afronden. We zijn al door de tijd heen. Een kiesdrempel waardoor eenmansfracties verleden tijd zijn. Ja of nee? Nee. Meneer Akse? Nou, je zou je eerst eens moeten afvragen hoe dat komt, dat die versplintering er is. Ja, gaan we vanavond niet meer doen. Het is ja of nee en dan sluiten we het af. Ik heb geen last van die versplintering. Oké, helemaal niet. Duidelijk. Okay. Dat was hem. Dank. En een applaus voor deze laatste ronde. Tot zover het tweede en laatste Almeloze verkiezingsdebat. Dank aan de lijsttrekkers en hun partijgenoten. Dank aan alle vrijwilligers van A-Visie en de bibliotheek. En u dank voor het kijken naar deze bijzondere uitzending van A-Visie. Hopelijk hebben we u een beetje geholpen bij het maken van uw keuze volgende week. Onze oproep zou zijn, en ik denk dat iedereen het daarmee eens is, ga sowieso naar de stembus. Goedenavond. Ja.